Het thema van de Pride Month van het jaar is Be Your Pride. In verband met Pride Month die jaarlijks van 1 tot en met 31 oktober wordt gehouden, is er een persconferentie belegd door de LGBT-platform aangaande de diverse activiteiten in deze maand. Wij voeren u terug naar dit moment. In 2017, wat de eerste jaar Pride Month was, daarvoor hadden we alleen de Coming Out Week. Dat was een klein kortere activiteit. En bij de eerste Pride Month hebben we ook de uitbreiding gehad van Q-jaar. Q-jaar, dat is het feest van dat na de parade volgt. En is eigenlijk ook het slotfeest van de Pride Month. Q-jaar is eigenlijk de viering van dat de parade goed gegaan is. De parade is natuurlijk een vast onderdeel van de Pride. Dat is wat overal op die manier gevoerd, omdat dat activistische ding is binnen de Pride Month. En met de parade wordt eigenlijk aan anderen binnen de samenleving getoond dat het veilig is, dat het kan. Dat je de straat op kan gaan en jezelf kan zijn. Dat het oké is om op te komen voor LGBT-rechten. Dat mensen daarvoor niet in huis hoeven te blijven of angstig hoeven te zijn. En het is natuurlijk wel elk jaar een overwinning als de parade goed gegaan is. En gelukkig, we doen het in Suriname prima. En de parade heeft nog nooit iets raars meegemaakt. Dus elk jaar vieren we een goed slotfeest aan het eind van de parade. Ik wil meteen ook de samenleving oproepen om te participeren aan de parade. De parade en eigenlijk geen enkele activiteit tijdens de Pride Month zijn niet alleen bestemd voor LGBT'ers. Integendeel, we hebben juist die activiteiten opgezet zodat LGBT'ers in contact kunnen komen met de rest van de samenleving en dat we daardoor elkaar beter gaan begrijpen. De ultieme vorm van support tijdens de Pride Month is natuurlijk participatie aan de parade. Dat mag je individueel doen, dat mag je met je familie doen, met je vereniging, met je bedrijf, noem maar op, overal waar je in groepjes zit, steun de parade als je achter het gedachtegoed staat. Als jij mensen kent in je omgeving die LGBT'ers zijn, die het zwaar hebben gehad of die gewoon juist succesverhalen hebben en die daar waar je een prettige band mee hebt, ondersteun hen en kom alsjeblieft naar die parade. Het is een leuke parade, het is een gezellige parade, een parade waar je absoluut jezelf mag zijn en waarna we ook een leuk feest hebben. Die oproep gaat vooral in de richting van het bedrijfsleven. We gaan in 2018 de volgende stap maken richting die bron van die Pride bron die we willen creëren in het Caribisch gebied. We pakken zaken elk jaar een stuk professioneler aan en dit jaar gaan we weer een stuk groter. We willen die volgende stap maken omdat wij vinden dat in die beginfase ben je eigenlijk gericht op het fundament leggen van die Pride. We hebben het net al aangegeven dat die Pride spin-off heeft voor de hele samenleving. Dus we willen de Pride inzetten als middel om een hechtere natie te creëren, zodat de mensen dichter bij elkaar komen, dat we meer begrip voor elkaar kunnen opbrengen. Ik gaf het net al aan dat we dat al gepresteerd hebben op basis van etniciteit en religie, maar we moeten nog verder gaan. Er zijn nog veel meer drempels die we moeten overwinnen. En deze is er één van. We denken dat de Pride Month ook kan bijdragen, omdat het uitgaat van respect. De Pride Month kan ook bijdragen aan een meer toeristvriendelijke samenleving. Wanneer jij als samenleving dichter bij elkaar staat, wat meer respect voor elkaar kan opbrengen, dan is het ook gewoon fijn om als toerist in jouw land te vertoeven. Daarbij komt meteen de economische potentie van de Pride. De Pride heeft internationaal, zijn er landen die hele grote Prides organiseren. We hoeven niet zo groot te gaan, we maken onze eigen stappen, maar we moeten wel misschien die rol gaan vervullen in het Caribisch gebied. Om onze mensen die daar zitten, om die tegemoet te komen met deze bron van liefde, maar ook om voor onszelf nog een toeristisch trekpleister te hebben in Suriname. De rol van de media is daarbij natuurlijk erg belangrijk en we gaan ook deze Pride veel doen met de media. In 2018 hebben we het zodanig gepland dat we de eerste helft van de Pride eigenlijk de focus leggen op de meer educatieve activiteiten. Die variëren, sommige zijn kleinschalig. We proberen heel veel in de media, in programma's te komen om niet de Pride als event uit te leggen, maar dat hele LGBT-verhaal, alle facetten ervan. Er zijn
niet alleen mensen die uit de kast moeten komen, maar zijn niet alleen dramatische verhalen, er zijn ook gewoon succesverhalen. Er zijn bedrijven die grote stappen hebben gezet door de implementatie van LGBT awareness in hun beleid. Die verhalen moeten we ook horen. Die verhalen zijn ook kunnen ook een bron van inspiratie zijn voor anderen. De tweede helft van de Pride gaan we wat meer richting de feestelijkheden, waarbij de focus ligt op de laatste week van de Pride Month. We hebben gemerkt in de afgelopen jaren dat er best wel wat toeristen afkomen op de Pride Month. We hebben Fransen gehad uit Frans-Guyana, de Guyanese, er zijn mensen uit Trinidad en Tobago geweest en we hebben ook Nederlanders gespot die speciaal voor de Pride naar Suriname zijn gekomen. Dat moeten we gaan uitvergroten, dat moet een hint zijn voor ons om te zien dat de Pride in Suriname in zijn vorm best wel aantrekt. We hebben daarom besloten om de laatste week van de Pride daar wat meer activiteiten te plannen die gericht zijn op toerisme, die wat meer vertier. Maar om even een kort overzicht, ik ga niet alle activiteiten noemen, want het zijn er een aantal, maar u krijgt het programma toegestuurd. Maar ik sta even stil bij een paar belangrijke. Te beginnen met de huisstijl trouwens. Jullie krijgen hem straks allemaal ook digitaal hoor. In het midden van het shirtje heb je het Pride logo. Dit is een van de shirtjes die we hebben dit jaar. Het Pride logo, die staat in het midden van het shirt. Daaromheen, oh, daar heb je hem ook. Mensen. Ik kan hem niet stilhouden. We hebben om het Pride logo heen voor 2018 een eigen huisstijl gecreëerd. Zodat we elk jaar een nieuwe huisstijl hebben en we eigenlijk daardoor collectors items creëren. Want we hebben elk jaar shirtjes, dit jaar hebben we er buttons bij. Die eigenlijk horen bij de Pride in campagne. We zetten een campagne op tijdens de Pride Month waarbij we mensen stimuleren om te uiten waar zij trots op zijn. Het hoeft niet alleen seksuele voorkeur te zijn of genderidentiteit. Het kunnen ook andere zaken zijn. Je kan ook gewoon trots zijn op de vriendschappen die je hebt, op de familiebanden enzovoorts, op de talenten die je hebt. Dit is dus de huisstijl voor 2018. Daar zullen shirtjes van te koop zijn en nog een heleboel andere merchandise die we tijdens de Pride Month aan de man zullen brengen. De persconferentie is wel het startschot van de PR-campagne. Dus vanaf vandaag bouwen we de campagne op en zo gaan we nog de hele maand door tot eind oktober. We hebben een zware PR-campagne in de planning. We willen de Pride als evenement branden en promoten onder de mensen. Suriname moet weten dat er een Pride is in Suriname. Dat wij ook zo'n internationaal event hebben in Suriname. Maar aan de andere kant, het grotere doel van de Pride mogen we absoluut niet uit het oog verliezen. Het gaat om die awareness, om acceptatie en respect voor elkaar, ongeacht geaardheid of seksuele voorkeur. Twee van de slachtoffers van het schietincident afgelopen maandag, de Sunny Point, zijn uit het ziekenhuis ontslagen. Het zijn de 27-jarige vrouw IS en de 18-jarige vrouw JM die schotverwondingen hebben opgelopen ter hoogte van hun schouder. Het 9-jarig kind FS, de 27-jarige man RA en de 37-jarige vrouw MF bevinden zich nog in het ziekenhuis. Behalve de 21-jarige Sandelle L heeft de politie ook de 17-jarige VN in verzekering gesteld in verband met het schietincident. Hij en een andere jongeman waren voor Sandelle aangehouden in een gebied achterin het Sunny Point project. De metgezel van VN is na verhoor heen gezonden. Het weigeren om meer te verdienen is volgens NDP-parlementariër Rashid Doekhi een recht van iedere burger en politicus. Tegenover Dagblad Suriname vergelijkt de politicus deze kwestie met het winnen van de jackpot van een loterij. Als je niet wint, mag je niets gaan halen. Maar als je wint, kan niemand jou ook verplichten om het geld te accepteren. Afstand doen van je eigen recht heeft niets te doen met de wet, benadrukt de politicus. De NDP'er voert aan zich niet terug te kunnen vinden in de recente reacties van kabinetsdirecteur Eugène van der Zand en VHP-assembleelid Aziz Kumar Gayadin in het besluit van de NDP-fractie en de assembleeleden Raymond Sapoen en Diepe Kumar Chitan om middels een verzoek aan minister Gilmore Hoefdraad van Financiën
afstand te doen van hun verhoogde schadeloosstelling. Dat het niet noodzakelijk is tot wetswijziging over te gaan om te voorkomen dat de verhoogde salariscorrectie wordt uitgevoerd, wordt volgens de kabinetsdirecteur in de media getypeerd als de grootste onzin en stupiditeit. Gayadin typeert deze handeling van de NDP-fractie als een grote grap. Laten Van der San en Gayadin hun babbeltje doen. Deze mannen begrijpen niet waarover het gaat. Minowana Moni, aldus Doekie. Districtscommissaris Margarita Malonti zegt aan Dagblad Suriname dat de weg naar Snezikondre is gerehabiliteerd na overleg met Nieuwmond. Een plaatselijke aannemer heeft het werk uitgevoerd. In de regentijd was dit voor de aannemer niet mogelijk te egaliseren, zegt Malonti. De actie die vanuit het commissariaat is opgestart, is door de plaatselijke aannemer Franklin Vinde uitgevoerd. De weg is voorzien van lateriet. De Tumatubrug is na een geldinzamelingsactie van de plaatselijke ondernemers hersteld, stelt de districtscommissaris. Albert Ramdien zegt namens Nieuwmond dat de Lange Tabbetjeweg op grond van de Delfstoffenovereenkomst door Nieuwmond wordt onderhouden tot 58 kilometer. Vanaf kilometer 58 tot Snezikondre wordt de weg op basis van de goede verstandhouding met de gemeenschap onderhouden. Nieuwmond heeft voor dit deel een contract met een lokale ondernemer. Verkeersveiligheid is een ieders verantwoordelijkheid, was het uitgangspunt van de verkeersveiligheidsmaand die in augustus werd gepropageerd. Daarbij is een interdepartementale commissie voor verkeersveiligheid betrokken. In deze is de inbreng van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie lang niet wat het wezen moet. Aldus een conclusie van beroepsvervoerder Romeo Simons. Verkeersborden op de juiste plaats en stand ontbreken. Terwijl OWTNC slaapt, staan er mensenlevens op het spel. Voor Sjaan Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname, is de verscherping van de samenwerking met de Drug Enforcement Administration, DEA, geen heldendaad. Onlangs heeft de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, meegedeeld dat hij een mijlpaal heeft bereikt door deze samenwerking te intensiveren. Vooral hoe Suriname internationaal geen positieve status heeft ten aanzien van de drugshandel. Binda zou het wel op prijs stellen als de minister concreet was ingegaan op de aanpak om die verscherping tot uiting te brengen in de praktijk. Dit is een zachte vorm van toegeven dat er zaken gebeuren die het daglicht schuwen. Er wordt nadruk gelegd op de samenwerking, maar dat is niet nieuw. De minister is bovendien inhoudelijk niet ingegaan op de wijze van verscherping. Wat mogen we allemaal verwachten uit de verscherping met DEA, beklemtoont Binda. Hij veronderstelt dat deze handeling een poging is om een veiligheidsgevoel te creëren binnen de samenleving. Snezikondre voert binnenkort een pilot kokosproject uit, dit zegt districtscommissaris Margarita Malonti. Het is een samenwerking tussen de bestuursdienst en de afdeling agrarische sector van het ministerie van regionale ontwikkeling. Er zal op Snezikondre 2 hectare grond worden beplant. De bestuursdienst en RO voeren dit project uit. De plaatselijke ondernemers zullen worden uitgenodigd om kennis en ervaring op te doen. Er zal voorlichting gegeven worden hoe ze moeten planten en bemesten. Ook de afstand tussen de bomen zal worden behandeld. De mensen zullen verder geleerd worden hoe ze andere gewassen tussendoor kunnen planten. Aangezien het ongeveer 4 jaar duurt voordat kokosplanten uitgroeien tot bomen en vruchten dragen. Een aantal andere gewassen die men kan leren planten zijn peper, komkommer en pompoen. Malonti zegt dat als alles normaal verloopt, het project volgende week van start gaat. Volgens de dienst der posterijen werknemersorganisatie is er sprake van een afgang van Surpost op alle niveaus. Surpost is niet het staatsbedrijf van vroeger.
Vandaar dat de DPWO momenteel verwikkeld is in een rechtszaak waarbij zij de directeur van Surpost voor de rechter heeft gesleept. Er zou reeds op 28 juni 2018 een vonnis zijn geweest. Echter is deze twee keren verschoven. Eerst naar 2 augustus 2018 en nu naar 25 oktober 2018. Dagblad Suriname nam contact op met Walter Uiterlo, secretaris van DPWO, die aangeeft dat de bond als laatst bekendgemaakt had dat ze bij de VP en de minister van Financiën is geweest. Ook hebben zij een brief ontvangen van de minister, waarin staat aangegeven dat het personeel van Surpost niet de status van ambtenaar heeft volgens de personeelswet. Dat betekent dat er geen grondslag is voor de toekenning van de koopkrachtversterking aan het personeel van Surpost door het ministerie. De minister zou de bond met deze berichtgeving niet hebben afgeschrikt. Het gaat namelijk niet alleen om uitbetaling van de koopkrachtversterkingstoelage, maar ook het feit dat de directeur weigert de cao-onderhandelingen op te starten. Het gaat tevens om de vorderingen van de cao-onderhandeling van 2018 samen met de uitbetaling van de koopkrachtversterking van 2017, benadrukt Uiterlo.